We gaan de lessen van de komende week even bekijken. Met een beetje uitleg voor jullie, zodat jullie weer verder kunnen. Dit is les 11. Meer of minder dan 50. Nou, hier staat 20 cent. Dit pakje met 10 ballonnen is 20 cent. Is dat minder dan 25 cent? Of is dat meer dan 25 cent? Dan ga je goed nadenken. 25, dat getalletje is hoger dan de 20. Dus 20 cent is minder. Die zit onder de 25. Dus het is minder dan 25 cent. De volgende ga je ook zo doen. Is 49 minder dan 50 cent of meer dan 50 cent? Daar ga je naar kijken en goed nadenken. Deze opdracht mag je doen. Is dezelfde opdracht als deze twee. Knap als je hem kunt maken, maar is niet verplicht. Maar ik geef aan, als je hem maakt, ja, dat vind ik wel, dat is heel super. Dan ga je naar de bussommen. Je gaat 3 verdelen. En je kijkt hoe vaak je dat kan doen. En je mag maar 1 keer dezelfde som opschrijven. Dus 1 en 2 is samen 3. 0 en 3 is samen 3. En verder moet je het om gaan draaien. Maar niet 2 keer dezelfde som opschrijven. Heb je 3 gemaakt, dan staat hier ineens 13. Dan moet je 13 gaan verdelen. Nou, daar heb je veel meer mogelijkheden. Dan heb je 1 en 12, 2 en 11, 3 en 10. En dan ga je zelf nog verder bedenken. Hier ga je dat ook doen en dan ga je er een sommetje bij bedenken. 1 en 8 is samen 9, dus 9 is 1 erbij 8. Zo gaan we deze sommen doen. En die kun je hieronder ook nog een keertje doen. Dat is les 11. Gaan we nu alvast naar de les van dinsdag. Les 12. Daar zien we deze sommen. Die zetten we even aan de kant. 8, 9, 11, 12. Hé, welk getal heb ik nu niet hardop gezegd? 8, 9, 11 en 12. Welk getal heb ik hier niet gezegd? Die schrijf je hier op. 18, 19, 21, 22. Welk getal heb ik niet gezegd? Zo ga je deze opdrachten maken. Onderaan lijkt de moeilijke opdracht, zit in het donkere gedeelte. Maar die kunnen jullie echt wel maken. Er zijn 2 getalletjes verdwenen. Je denkt dat hier alles keurig op een rijtje staat, maar dat klopt niet. 0, 10, dan komt. En dan staat hier 30. Klopt dat? Of is hier een getalletje weg? 30, 40, 50, 60, 70 en 90. Hé, hier is ook een getalletje weg. Dan moet je die 2 getalletjes die weg zijn, ga je hier in de rondjes invullen. En hier ga je ook weer kijken. 0, 10, 20, 30. Hé, hier zijn misschien wel 2 getalletjes weg. Hier tussenin. 60, 70, 80, 90, 100. Goed kijken wat je mist en in gaan vullen. In de bloemetjes hier. De volgende opdracht. Hoeveel mensen in de bus? 10 mensen zitten in de bus. Er komen er 5 bij de halte. Hoeveel zitten er dan in de bus? En hier, dit zijn allemaal erbij sommen. Hier gaan we naar de eraf sommen. 15, eraf 5. Hé, er gaan mensen uit de bus, die verdwijnen. Hoeveel houden we dan over? Dat zijn er dan minder dan 15. Want als er mensen vertrekken, dan zien we ze niet meer en dan verdwijnen ze ook en wordt het getal minder. Hier doe je precies hetzelfde, maar schrijf je de som nog eventjes op. En hier mag je zelf een som bedenken. Pak je een groter getal dan 10? En hier pak je ook een groter getal dan 10? En hier pak je ook een groter getal dan 10?
En dan ga je kijken hoeveel mensen er daarna in de bus zitten. Een groot getal betekent dat de bus heel vol komt te zitten. Dan gaan we naar les 13. Die is voor woensdag. Woensdag les 13. Je gaat kijken welke post als eerste bezorgd moet worden. Je hebt hier allemaal getalletjes staan op de enveloppen van de postbode. Dan ga je kijken welk getal is het kleinste. Er staat 30, 32, 34, 36, 38, 40. Dan ga je kijken welk getal is nou het kleinste. Ik ga deze even verklappen. De kleinste is 30. Dus deze schrijf je hier op. 30. Dan komt 32. We gaan in stapjes van 2. Dan komt 34. En zo ga je hem verder maken. Dit zijn de even getallen. Dan heb je hier de post met de oneven getallen. Die moeten aan de andere kant van de straat worden bezorgd. Ga je ook hier weer kijken. Welk getal is het kleinst? Kijk, die beginnen allemaal met 30 en die met 40. Dus die is absoluut het grootst. Welke in de 30 is het kleinste? Nou, waar staat het kleinste getalletje achteraan? Bij de 31. Dus 31 zet je hier even in. 31. En zo ga je weer verder. Hier doe je dat ook, de getallen van de postbode. En hier weer met de oneven getallen van de postbode. Hier weer met de oneven getallen en hier met de even getallen. Hoe zat het ook alweer? Bij opdracht 3, let mee op. 10 erbij 1 is 11. Nou, dan moet hier ook 11 staan, want het was altijd verdubbelen en samen doen. 11 erbij 11. Hoeveel is 11 er bij 11? Een tientje en een tientje. En dan nog een eentje en een eentje. 10 er bij 10 is 20. En dan er bij 1 er bij 1. Dus 21, 22. Aha! Dus hier komt 22 te staan. Jullie weten, ik vind op het digibord schrijven met de muis altijd erg lastig. Dus hier zet je gewoon 22 neer. Hier heb je 20 eieren. Nou moeten we het juist gaan verdelen. Eieren gaan daarheen en eieren gaan daarheen. Maar we moeten het wel eerlijk doen. Dat kan in dit geval prima. 20 eieren bestaat uit 2 tientjes. Zien jullie dat? Nou, dan gaat er een tientje hierheen. En een tientje hierheen. En het lukt me om het te schrijven op het digibord met de muis. En zo doe je ook de andere. Als hier 6 zit, moet daar ook 6 zitten. En als je het samen in de bak bovenin stort, dan zou het, reken maar eens even uit. Hier gaan jullie het ook weer eerlijk verdelen. Hier gaan jullie het ook eerlijk verdelen. En hier ga je het eerlijk verdelen in de onderste bakken. En dan samen in de bovenste bak doen. En zijn er vragen? Je kunt me altijd op woensdag nog eventjes appen. Kijken of ik nog tijd heb om op te nemen, want het is eigenlijk mijn vrije dag. Hè? Dan gaan we terug naar les. Nee, we gaan verder naar les 14. Oefenboek. Deze even aan de kant zetten. Dit is het huiswerk voor donderdag. Let op. Wie zitten er in de bus? We gaan het verdelen. 9 gaan we weer verdelen in 8. En bijvoorbeeld in. Rekenen ze uit, wie is snel? 1 en 8. Of in 2 en 7. En zo ga je verder bedenken. Dat doe je ook met 11. En dat doe je hier ook met 7. En maak je nog het sommetje erachter. En hier doe je het met 17. En let op, die sommetjes lijken een beetje op elkaar. Maar denk aan het tientje. Want je hebt er een tientje extra bij. Deze opdracht vinden jullie altijd moeilijk met de blokjes. Als je nou thuis blokjes hebt, dan is het ook een leuke opdracht om deze bouwwerkjes gewoon na te bouwen. Dan hoef je niet de opdracht te doen zoals die hier staat.
maar bouw het bouwwerkje maar eens. Kijk of je het heel precies na kan bouwen. Misschien heb je wel dobbelstenen waarmee je dit kan bouwen. Of de blokken van je kleine broertje of zusje. Of misschien heb je nog Lego steentjes. Dan maak je het bouwwerk van Lego steentjes. Probeer het maar gewoon eens na te bouwen. En dat kan bij deze onderste opdracht ook. Dat is misschien wel eventjes veel leuker. En dan ben je toch met rekenen bezig. We gaan even naar opdracht 3. Hoe loopt de postbode? Kijk goed, wat is het kleinste getalletje? 19, 17, 15, 13, 11. Ik was aan het terugtellen. Zagen jullie dat? 19, 17, 15, 13, 11. Dus welk getal is nou het kleinste? Ze zijn allemaal met een tientje, maar hier staat de 1 achteraan. Dus die is absoluut het kleinst. Die gaan we dus als eerste bezorgen, de 11. Hier doe je precies hetzelfde en dan heb je de even getallen. Hier doe je ook hetzelfde met de oneven getallen. En hier doe je weer de kleinste als eerste bezorgen met de even getallen. Dit is het huiswerk van de donderdag. Dan gaan we nu naar de vrijdag. Les 15. Pagina 30 en 31. Nou, deze heb ik net ook uitgelegd bij een andere les. Je gaat weer keurig eerlijk verdelen, dat niemand helpt. 10 gaan we eerlijk verdelen. Stel, we hebben 10 kinderen in de gymles en ik moet 2 groepen maken voor trefbal. Hoeveel komen er dan in elke groep? Dat vul je hierin en daarin en maak maar hele eerlijke groepen. Hier zit 6 in. 5 erbij 1 is 6. Dan moet hier ook 6. Maar stel je voor dat ik het samen in die bak gooi. 6 erbij 6. En die hebben we al zo vaak gehad. Ik denk dat jullie hem kunnen dromen. Hier hebben we, dus hier vul je het nog even in. Hier hebben we 10 eieren en 1, 2, 3, 4 lossen. Dus samen zijn dit er, ja zeg het maar, inderdaad, het zijn er 14. Dat gaan we eerlijk verdelen. Daar gaan we heen en daar gaan we heen. Maar als ik er hier 10 doe en daar 4, dat is niet eerlijk, dus dat willen we niet. Dus uit die doos van 10 moeten er ook nog een paar daarheen. En dan hebben we het heel eerlijk, dan staat in elk bakje hetzelfde getal. Dezelfde opdracht ga je hier doen en zet je het sommetje er nog even onder. Nu gaan we kijken naar de schaduw. Deze schaduw hoort bij. Deze schaduw hoort bij dit figuur. En zo ga je alles aan elkaar koppelen met een lijntje. Opdracht 3. Minder of meer dan 25 cent. Kleur het maar. Dit is 20 cent. Is dat minder dan 25 of meer dan 25? Als je nu aan de getallenlijn denkt en je gaat springen. 5, 10, 15, 20, 25. Hé, 20 hoorde je eerst en daarna kwam pas 25. Dus 20 is minder dan 25. En bij deze opdracht 4 doe je precies hetzelfde, alleen zijn de getallen wat anders. En hier ga je weer kijken welke schaduw hoort bij welk kindje. En dan ben je voor deze week alweer klaar. En kunnen we alleen maar hopen dat we maandag de 25e weer samen op school zijn.